De toeroperators in Suriname moeten het toerbootproject van Wanika naar Saramaka ondersteunen. Dat zegt Osje Brouwmuller, initiatiefnemer van het project. Brouwmuller met een toerismeachtergrond heeft vorige maand samen met de minister van regionale ontwikkeling, Edgar Dikan, ...en de districtscommissaris van Wanika Oost en Saramaka de boottocht als toerismeproduct gelanceerd. De boot vertrok vanuit Wanica naar Saramaka via het Saramaka-kanaal. Volgens plan moet de boottocht op weekbasis aan toeristen worden aangeboden. Voorlopig geschiedt het echter niet en is hulp van de touroperators noodzakelijk, zegt Brouwmuller. Wat we dus graag willen doen, is dus dat wij beginnen op dus de zondagmorgen. Dat we dus hier op de hoek bij de markt. Je hebt een hele prachtige markt, Ivanica, Noordoost heet het hier. Ewanika. En uh, dan gaan de toeristen dan naar de markt, kunnen kijken op de markt en dan hier naartoe lopen naar het water aan het Saramaka-kanaal en dan de trip maken zoals wij het voor een paar weken terug hebben gemaakt samen met minister Dikan en, uh, en anderen. En uh, ik zou je zeggen, je staat er versteld van hoe mooi dit kanaal is en hoe geweldig dit stukje is van hier naar Saramaka met historische momenten, met vogels, met een heleboel mooie dieren, met prachtige bomen, met een kanaal die voor een deel dus begroeid is, maar met een klein beetje aanpak kunnen we hem openhouden, zodat je dus met leuke boten dus verder kan gaan. Ook de sluis de uitkijk moet worden gerepareerd, zegt Brouwmuller verder. Zolang de sluis niet operationeel is, moet er rekening worden gehouden met het getij. Volgens Brom valt er genoeg geld te verdienen met het plan. van hun zijde komen, want zij zijn tenslotte gaan zij eraan verdienen. Uh, wij wij brei, brei hebben het product en kijk, we hebben. Uh, succes, heel lang hebben we dit, dit gebied overgeslagen. Iedereen die komt maar met naar Suriname en die zegt van ik ga naar Saramaka, ik ga naar Coroni, ik ga naar Nikeri. Of ze gaan naar, naar Para, of ze gaan naar Brokopondo. En iemand zegt ik doe iets in Wanika op een beetje Lelydorp en de buurt na. Lelydorp en de omgeving, daar wonen Vlindertuin en zo. Maar Wanika is een fantastisch mooi district. En het toerisme in Wanika heeft dat nodig. Dus ik denk dus dat zij ook uh, zullen inzien dus dat Wanika meer te bieden heeft dan alleen maar dus, uh, langs rijden. We hebben een heleboel leuke items in Wanica. We hebben de grootste sappenfabriek van Suriname zit, zit hier in tieren En zo kan ik een aantal dingen voor u opnoemen. Osje Brouwmuller, een van de initiatiefnemers van het toerbootproject van Wanika naar Saramaka. Hij wil dat toeroperators ook belangstelling tonen voor dit project.